Goedemorgen, ik heb me net omgekleed en klaargemaakt, want ik ga vandaag naar kapper. Ik ga naar Shiro's weer en ik ga iets donkerder. Ik word zo opgehaald en dan gaan we even lunchen en dan gaan we door naar Shiro's weer. We hebben een afspraak om 2 uur. Dus mijn vertrek was wel vroeg, want het is in Almere. Ik heb ook expres mijn haren niet gedaan. Ik heb ze echt gewassen en een staartje gezet. Mijn haar is nog nat, dus ik ga nu echt capuchon op doen. Dus ik laat je mijn outfit zien. Ik heb een truitje aan van de H&M, een rok van de Zara en ik heb weer mijn overnielaarzen aan. We hebben Starbucks gehaald. Cappuccino. Mijn staat al hier. Hier zo. Ik ga even lekker croissantje eten en dan rijden we even door. We zijn wel echt een uur te vroeg gewoon. Ros heeft nog niet gezegd. Heb je het nog niet gezegd? Ja, ik heb het wel gezegd, maar ik snap dit soort dingen niet. Wat? Wat niet? Dit. Dat ik dan opeens dit krijg. Eww. Eww. Ik heb het verkeerd. Ik zit niet op de laag. Ik zit erin. Ja. We zijn er bijna. We zijn al meer jongens. Guys, wij zijn aangekomen bij Ros. En kijk één keer welke kleur ik moet verven van haar. Kijk. Deze. Zij wil een combinatie van die twee. Wacht, hij moet even scherp stellen. Deze met die gemixt. Mixen. Let dan op, dat kan echt niet. Jawel, het lijkt om in licht op je video. Ja, op de video wel, maar volgens mij is de ding is ook niet goed. Oh, zo, kijk, ja, zo zie je. Deze twee gemixt. Dat is mooi, man. Pak die pak eventjes wat je wil. Ja, maar kijk, ik wou deze kleur. En het is echt een stuk donkerder hoor. Maar ja, ik vertrouw haar. Ik ga even kijken wat er van gaat komen. Wat denk jij? Ja, het komt nog. Weet je wat het is? Je bent heel licht nu, hè? Ja. Ik ben verkeerd op mijn weg gingen. Ben ik dus verkeerd gereden. Weet je waar ik op ben beland? Op een buslijn. Op een busbaan. Ik weet niet hoe je daar komt, hoor. Maar we hebben daar een kwartier gereden. We wisten ook niet hoe we eraf kwamen. Ik denk wel 20 minuten op een buswagen gingen zonder dat ik eraf kom. 20 minuten? Ja, ik ben heel Almere doorgegaan op de busbaan. Oh, goed. Ik raak er helemaal in paniek. Weet je hoe we zijn afgekomen? Op een fietspad. Oh mijn god, jullie zijn ook echt. En zij was, ik dacht, je vlogt alles maar dit niet, want we raken helemaal in paniek. Ik zat echt, ik moet eraf en ik ga er niet meer onder. Waar ging je niet eraf bij de opging? Ja, omdat ik het nog niet door had. Ik heb pas later door toen ik echt gewoon het donker in reed gewoon. En er was geen enkele andere weg, maar alleen die busbaan. Oh, wat paniek, jongen. We waren echt in een woonwijk, een hele oude woonwijk in Almere. Dus ik denk dat ik echt ver was gegaan. Guys, kijk wat wij gaan eten. We gaan lekker salto eten. Maar is het een verschil? Ja. Yummy. Is het warmte? Oh, oké, dat lekker. Is warm. Ja. Daar gaan ze. Ja. Ja, kapot vullen. Eerst ging ik zo heel serieus. Gaat goed? Kijk, even hoeveel haar we nog te feunen hebben. Lekker bezig hè, meer? De gelige ondertoon is weer gelukkig weg. Andersom, kijk, als je nou even omdraait, dan zie je het goed. Ja man. Echt heel mooi. Ja, echt. Ik ga elke keer zo. Ja, echt hè. En nu alleen nog 2 aan de zijkant, toch? Ja, ik ben klaar. Ik ben er nooit van. Deze is nog wat vies. Ja, moesje. Oh ja. Sorry, ik zie nog half. Even wat haar, hoor. Huh? Even wat haar. Ja. Niet normaal. Ik moet echt van de andere kant, want zo zie je echt geen snars. Eigenlijk moet zo. Als je nu omdraait, zie je het beter. Ja. Guys, ik ben net klaar en ik ben gewoon donkerder. Nu lijk ik echt bruin. Eens mee, kijk.
Ja, op deze wel. Ja, jij lijkt helemaal zwart. Jij lijkt zwart. Oh nee, toch niet. Terwijl het licht lijkt ik niet zwart. Nee, klopt. Het is niet glanzend. Zie je maar net? Het leek ik gewoon zwart. Ze zijn allebei weer een beetje donkerder en we zijn er echt heel erg blij mee. Ja. Dus dankjewel, Ros. En ja. En we gaan nu racen naar huis, want ik ben moe en... Ja. We zouden zogenaamd het eten gaan, maar dat gaat ons echt niet worden. We zijn zelfs een beetje misselijk geworden voor alle gebakjes die we bij Ros hebben gegeten. Ja, en we hebben dus zout al gegeten. Ja, dus we gaan lekker naar huis en misschien gaan we onderweg nog ergens stoppen. Ja. Maar voor nu, racen naar huis. I love my hair! Echt mooi. Goedemiddag guys, het is vandaag zondag. En het is een dag nadat ik van de kapper vandaan kom. En ik vind mijn haar echt mooi. Nessie vindt het een beetje donker, Nes. Weet je wel, hij vindt blond mooier bij mij, maar ik vind het echt super mooi, dus ik ben er heel erg blij mee. Ik ben best wel laat wakker geworden vandaag. Ik heb even ontbeten en we gaan nu samen even boodschapjes doen. Het is echt een zondag. Hij is vrij, had alleen vanochtend even wat te doen en dan zijn we samen vrij. Dus we gaan even samen leuke dingetjes doen. Wat wil je vanavond doen dan, Nes? Alles wat jij maar wilt. Wil je met mij naar de bios? Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. En nu zien ze heel de tijd mijn hoofd. Nee, op mijn werk kom ik af en toe ook in de hoofd. Doing groceries with the wife. Dat is echt heel slecht. Okay. Sla? Sla? Ja. Ik ga fruit. Ik heb alle fijn. Oké, wat wil jij? Het is Miriam. En Miriam doet boodschappen. Ik vind sperziebonen lekker. Welkom bij de Ahmadis. Nee. Dit is hoe wij boodschappen doen. Oké, dan heb ik hier eigenlijk zo groente en zo. Dat is spruitjes weer. Lekker. Weer spruitjes? Ja. Moet je het even zeggen wat je koopt? Nou, ik koop spruitjes. Deze spruitjes zijn van Nix Cosmetics. Ew, alles. Pas op. Sorry. Ga je op de foto? Nee, ik ben aan het filmen. Oh ja, filmen. We zijn een documentaire aan het maken, ze is net vrijgekomen. Oh, nou, dus oh. Oh. Ze heeft een bankoverval gepleegd. Oh. Oh. Zo, lijkt een beetje uit de buurt. Ja, dat is een gevaartje hoor, die. Meer. Wil je frutti tutti? Je weet gewoon dat je kinderen krijgt als je dit gebruikt, ik zweer het. Ik zou dit nooit vertrouwen. Hey guys, dit is het eindresultaat. Oh my god. En onze kerstlichtjes. Net zo weer voor kerstlichten gekocht. Ik heb laatst zelf zo'n zure komkommers gemaakt en het is echt goed gelukt. Denk ik echt een nieuwe verslaving. En ze had zin in pasta. Dus ik heb pasta voor hem gemaakt. Lekker. Net zo mijn pasta is klaar. Lekker hoor. Ik ben er klaar. Net zo is die kerstversiering nu aan het ophangen en hij krijgt er echt stress van. Okay, we hebben toch besloten om thuis te blijven. We waren eerst aan de bios, maar we dachten nee, we blijven gewoon thuis. Het is wel koud buiten. We gaan gewoon lekker series kijken thuis. En Nessie wil nog jachtseizoen kijken van Stuk TV. Want de ADB doet er nu aan mee. Gaan we even samen kijken. Dan lekker een theetje drinken of zo. Gewoon lekker chillen op de bank. Dat was het. En Nessie heeft de kerstversiering van Lidl opgehangen. Het is echt heel gezellig, hè, die sfeer. Ja. Echt leuk. Maar is hij wel ver gekomen? Ik heb niks gezien. Maar hij heeft niet gehaald, hè? Nee, volgens mij niet. Jammer, man. Oké, we gaan nu jachtseizoen kijken met Ali B. Besef, Ali B heeft net gewoon Nassie gehaald. Terwijl hij moet vluchten. Ja. Hoe gangster is dat, serieus? Ik ben echt benieuwd. Nou, Stanley in zijn auto. Kijk. Kijk hem rennen dan. Papa Stanley.